de HAVO bij de IVA gaan doen. Leggen ze voor de leken uit wat de IVA is. En het wat, instituut voor de autohandel. Dan word je klaargestoomd om te ondernemen. En je leert eigenlijk een beetje de autohandel. Nou, ik vond autootjes natuurlijk ongelooflijk interessant. Vind ik nog steeds wel, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Maar ik wilde heel graag de internationale business in. De internationale handel. En van dit bedrijf, de Boers in mij, wist ik van... Nou, als je daar 2 jaar traineeship doet, dan heb je kans dat je op een gegeven moment uitgezonden wordt naar een buitenkantoor. En dat is me gelukt. Dat was al een eerste mooie stap. Want ik werd uitgezonden naar Taiwan, Taipei. Ja. Prachtige stad. Maar in die tijd, ja, moet je voorstellen, dan is het 1983 of zo. En wow. Dan bestaat GPS niet. En ik moest met mijn autootje die fabrieken af om final inspection te doen. En wow. Kijken of alle kartonnetjes wel klopt. En de mate van die overhemdjes die we deden. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel spannend om met Chinese zaken te doen. En over quota te praten in die tijd. En een beetje proberen de taal te leren en hun voedsel te leren begrijpen en ook lekker te vinden. Je kan heel lekker eten, Chinees. Ja. Sichuan food hebben ze daar, waar ik heel erg van hou. Ze lekker een beetje scherp. Ja. Het is heel vers ook allemaal. Hè? Je wijst de levende vis aan en een uur later zit... Een uur later, 5 minuten later. Ja, vijf minuten later ligt hij op je bord met nog een bewegend hoofd, zeg maar. Klopt, ja. Of je krijgt een duif voorgeschoteld die in stukjes is... Ja. Dan krijg je het hoofd omdat je heel belangrijk bent, want dat is goed voor je hersenen. Wat is het extreemste wat je daar gegeten hebt? Ja, slangenbloed. Slangenbloed? Heb je gedronken? Ja, maar dat wordt wel verdund met wijn, maar ja. Okay. Ik ben niet zo heel erg van het heel erg uitpakken. Ik heb ook 2 jaar lang rond de wereld gereisd. We waren in Zuid-Korea. Ja. En daar werd ik uitgenodigd om mee te doen aan een televisieprogramma. Okay. Dat heette daar ook SBS trouwens, die zender. En ze gingen dus met... Ja, ik was samen met mijn huidige vrouw, toen mijn vriendin, waren we daar. En toen werden we ook uitgenodigd. Moesten we op zo'n markt, moesten we daar zeg maar levende beesten gaan uitzoeken. En vervolgens gingen we die dan ergens boven, werden die dan opgechopt en konden we die eten. Maar dus wat we ook hadden uitgekozen was dus een octopus, zeg maar. Dus een inktvis. Okay. Maar ja, je hebt die tentakels van die inktvis. Die choppen ze dus in stukjes. Ja. En al die kleine stukjes, die bewegen dus op dat bordje. Dus ik heb dus gewoon op Zuid-Koreaanse tv... heb ik zeg maar levende tentakels van een inktvis gegeten. Ja, maar sinds ik die documentaire heb gezien... Octopus my Master of zoiets heet het. Prachtig. Okay. Begrijp je hoe intelligent zo'n beest is? Ik weet niet of je die gezien hebt. Nee. Fantastisch, echt... Weet hij nou? Octopus my teacher, geloof ik. Oké. Okay. Moet je zien. Ja, mooi. Dan eet je geen octopus meer. Nee. Zo heb je er ook eentje met vis, hè? Toch? Ja, Seaspiracy. Seaspiracy, Carspiracy. Ja, we hebben samen een collectie keer gedaan met een Sea Shepherd. Oké. Okay. Dat is heel erg leerzaam voor ons. Wat die mannen doen is echt fantastisch. Bizar, ja. Echt heel erg goed. We kunnen er wel een uur over praten, maar laten we dat niet... Nee, klopt. Als je naar de documentaires kijkt, dan begin je bijna te schamen dat je kibbeling eet, zeg maar. Ja. Ja, maar goed.